Ja, dus als je het virus hebt en dan als dat virus zich vermenigvuldigt in jouw lichaam, en dat weet je eigenlijk niet, maar je krijgt zoveel virusdeeltjes en je gaat dan hoesten of zingen of nou ja, praten met kleine druppeltjes en mensen staan te dichtbij, ja, dan kunnen ze van jou het virus krijgen, ook al heb jij niet echt klachten.